Volvo pakt door met de S90 en V90. De Peugeot Vera conceptcar was een tijd ver vooruit. En Seat stoomde Leon Cupra klaar. Dag en welkom bij het Autoweekjournaal van dinsdag 8 oktober. De naamgeving van het modellengamma van Volvo, dat liet aan duidelijkheid nog wel iets te wensen over de afgelopen jaren. De letters waren nog wel te volgen, maar met de getallen ging het een beetje alle kanten op. Alexander, jij bent laatst op visite geweest in Zweden. Hoe gaat Volvo het nu aanpakken met die type namen? Ja, om op het begin van je verhaal terug te komen, het was inderdaad een beetje een rommeltje, want je had dan de S40, de sedan, en had je de V50 die daarop was gebaseerd, dus de stationcar met een hoger nummer. Maar boven in het gamma had je juist de S80 en de V70, dus de stationcar met een lager nummer. En dat was allemaal een beetje verwarrend, ook voor de kopers. Mm-hmm. En in Zweden zag ik tijdens een presentatie over nieuwe motoren, zag ik dat Volvo nog maar 3 getallen noemde. En dat was 40, dus voor het C-segment, 60 voor het D-segment en dan had je voor daarboven de 90-reeks. En dat gaat dus ook gebeuren. Dus geen V70 meer, geen S80. Maar het wordt dan S90 en V90. Oké, nou ja, je noemt ze al even. Van de S90 en de V90 hebben we deze week illustraties in Autoweek. Wat kun je over die auto's vertellen? Het is in ieder geval zo dat Volvo het nieuwe platform gaat gebruiken. Wat ze hebben gemaakt, dat debuteert op de XC90. Vervolgens krijgen ook de S90 en de V90 dat. En ook de nieuwe motoren die we nu ook al in Volvo's tegenkomen, die komen ook beschikbaar voor de nieuwe S90 en de V90. Er komt ook bijvoorbeeld een hele sterke hybride versie. Die aandrijflijn van ongeveer 400 pk, die was ook te vinden in de concept coupé die op de IAA stond. Ja. En dat gaat ook daadwerkelijk naar de productieauto's. Dus dat is iets wat we ook in de toekomst gaan zien. En dat is natuurlijk een goede zaak. Ja. Ja, er gebeurt veel bij Volvo. Nou heb ik ook geruchten opgevangen over een S100. Dat zou dan een concurrent moeten worden voor de Audi A8, Mercedes S-klasse. Hoe serieus moeten we die geruchten nemen? Er zijn een beetje twee kanten van het verhaal. Als het aan Volvo in Europa ligt, dan komt die auto er gewoon niet. Want zij vinden dat gewoon niet bij het DNA van het merk passen. Maar ja, ze zijn tegenwoordig eigendom van Geely in China. En Geely, die directie, die ziet het juist wel heel erg zitten, die S100. Ja. Dus ik denk dat we toch op termijn, misschien niet voor de Nederlandse markt, maar dat we wel degelijk een grotere Volvo nog kunnen verwachten. Oké, okay. Ja. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Alexander, dankjewel. Zo'n beetje elk nieuw automodel begint zijn carrière als conceptcar om de meningen bij het publiek te polsen. Nou, vaak leidt dat ook tot een productiemodel, maar minstens net zo vaak verdwijnt zo'n studiemodel in de mottenballen. En juist die vergeten conceptcars, die zijn vaak het leukste. Nou, we zijn een tijdje geleden zijn we de rubriek Back to the Future gestart om die vergeten conceptcars nog eens even voor het voetlicht te halen. En deze week hebben we de Peugeot Vera te gast. De wat? De Vera. Véhicule économe de recherche appliquée. Oftewel, een auto voor toegepast onderzoek naar zuinigheid. De eerste Vera was een 305 die Peugeot extra gestroomlijnd maakte en er bijna 200 kilo vanaf snoepte, waardoor het verbruik met meer dan 30% daalde. Een onderwerp wat sinds kort weer helemaal hot is, destijds aangejaagd door de oliecrisis uit de jaren 70. Peugeot trok dat Vera-project uiteindelijk door naar de 309 Profiel, een gestroomlijnd ding met een zuinig turbodieseltje aan boord die we uiteindelijk leerden kennen als de 309. Nou, het hele verhaal, dat lees je in Autoweek 41 die vanaf woensdag in de winkel ligt. Op sportief gebied heeft Seat een naam hoog te houden. En daarom is het Spaanse merk al druk aan het testen met de Cupra-versie van de nieuwe Leon. Op en rond de Noordslijven van de Nürburgring zijn de ingenieurs en testrijders van Seat bezig met het fijnslijpen van de nieuwe Leon Cupra. Volgens de berichten krijgt hij 265 pk en dat is precies evenveel als de vorige Cupra R had. Je kunt er dus op rekenen dat de nieuwe Cupra R nog een flinke schep bovenop doet. Die komt waarschijnlijk uit op 300 pk. Die over 4 wielen worden verdeeld. Maar eerst is het dus nog de beurt aan de Cupra zonder R. In maart verwachten we hem op de beurs van Genève en dan zal hij zo ergens in de zomer in de showroom staan. We hebben afgelopen week weer hard gewerkt om een verse autoweek voor je in elkaar te draaien. Met daarin onder andere een dubbeltest met de Ford Kuga en de Mazda CX-5. Klokje rond speciaal, 100.000 kilometer met de Renault Grand Scénic. Een update uit onze duurtestgarage en de eerste rijtest met de Corvette Stingray en de Mazda 3. Vrijdag is er weer een nieuw Autoweekjournaal. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot dan.